Hallo, welkom weer bij een nieuwe videoles van 4Beta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar de tweede vraag voor 3HVO scheikunde. De oefentoets over koolwaterstoffen en wat milieueffecten. Bij de tweede vraag is het eigenlijk heel simpel, het is best puzzelen. Wat is de naam van de volgende stoffen? En ook hier is het weer handig om het standaard rijtje even te kennen. Namelijk dat we zeggen... standaard voorvoegsels met het prop, but, pent, hex, hebt, oct. Ik schrijf ze toch maar heel eventjes eerst op. En hiermee gaan we puzzelen. Nummertje 1. We hebben hier een hoofdketen die bestaat uit 1, 2, 3, 4, 5 C's. Dus als we 5 C's hebben, dan schrijven we op pent. Dan gaan we kijken, hebben we dubbele bindingen? Nou, ik zie er geen. Als je geen dubbele bindingen hebt, dan krijgt het achtervoegsel aan. Dus dan hebben we al pent aan. En dan gaan we door naar de vervolgstap. Hebben we zijgroepen? Ik zie ze niet, dus we zijn klaar. Gaan we door naar nummertje 2. Nummertje 2 heeft 1, 2 koolstofatomen. Dus stap 1, ik schrijf erop add. Dan ga ik kijken, heb ik dubbele bindingen? Nou, ik zie hier volgens mij geen enkele dubbele binding. Dus ik kan weer aan opschrijven. Dan gaan we nu kijken naar de vervolgstap. Hebben we zijgroepen? En met de zijgroepen, ik heb hier een OH-groep. Een OH-groep betekent dat je als zijgroep de toevoeging ol krijgt aan de stof. Een alcoholgroep is heel belangrijk. Een OH-groep, een alcoholgroep, is zo belangrijk dat die aan het einde van het woord komt. Dus dan krijgen we ethanol. En ethanol, omdat dit niet correct Nederlands is, valt deze A weg. Dus dan hebben we dus ethanol met een enkele A. Dubbel A. Ja, misschien dat het voor dyslecten nog goed wordt gerekend, maar ik vind het gewoon lelijk. Dus doe het liever niet. Gaan we door met nummertje 3. Even kijken. Nummer 3. Hebben we een hoofdketen van 1, 2, 3, 4. Een hoofdketen van 4 lang, dus dat begint met but. Ik kijk weer, dubbele bindingen, zijn die te vinden? Volgens mij niet. Dus ik schrijf aan op. Dan komen we nu alleen op het iets grotere puzzelstukje, want we gaan met zijketens werken. En ik heb hier een zijketen en ik heb hier een zijketen. Dat zijn allebei zijketens van 1 koolstofatoom. En als het van 1 koolstofatoom is, krijgt het voorvoegsel met... En omdat het een zijketen is, iel. Dus methiel. Gaan we nog een stapje verder. Het zijn 2 zijketens. Dus ik moet hier een di voor schrijven. Dan hebben we dus al dimethylbutaan. Laatste stap is, waar zitten ze vast? In dit geval zitten ze vast op nummertje 1, nummertje 2, nummertje 3, nummertje 4. Zitten ze vast allebei op nummertje 2. Dus dan wordt het 2,2 dimethylbutaan. Door naar de volgende opgave. Volgende opgave. 3 koolstofatomen, een paar OH-groepen aan de zijkant. Dus dan kijken we eerst 3 koolstofatomen in de hoofdketen. Beginnen we maar eens met opschrijven prop. En om een of andere reden heb ik die A er al achter gezet, want propaan, ja, we hebben alleen maar enkele bindingen, dus het moet wel propaan zijn. Dan gaan we vervolgens kijken van oké, wat zit eraan vast? We hebben OH-groepen. Die OH-groepen betekent, ik moet er ol achter zetten. Maar het zijn er wel 3. En omdat het er 3 zijn, schrijf ik dus op triol. En nu zie ik dat ik een beetje in ruimtegebrek kom, want ik moet er nog aan toevoegen waar ze vastzitten. En ze zitten vast aan nummertje 1, 2 en 3. Dus dan wordt het eigenlijk propaan 1,2,3,3-ol. Op zich nog steeds best goed te doen. Volgende opgave. Ik heb hier 4 koolstofatomen. Dus ik begin weer met opschrijven but. Dan heb ik alleen nu dubbele bindingen. En ik zeg expres dubbele bindingen. Niet 1, ik heb er 2. Dus ik heb die 1. Nu is but die 1. Het spreekt niet lekker uit, dus meestal wordt hier een aatje tussen gezet. Dan krijgen we butadieen. En dan hoef ik alleen nog maar te zeggen waar zitten de dubbele bindingen. En de dubbele bindingen zitten op de eerste en op de derde mogelijke plaats. Dus dan krijgen we 1,3 butadieen. Je zou natuurlijk verwachten dat is butaan 1,3 dieen. Alleen omdat je dan ineens butaan hebt staan, heeft het niet de voorkeur om het zo te schrijven. En zetten we liever de getalletjes, omdat die eens ook echt onderdeel zijn van de hoofdketen. De dubbele bindingen zitten in de hoofdketen. Dus die zetten we ook echt letterlijk voor het getal van de hoofdketen. Goed, de laatste. En de laatste ben ik een beetje gemeen geweest. Want je zou zeggen de hoofdketen is 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Dat is het niet. De hoofdketen is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang. Want je moet altijd de langst mogelijke keten proberen te pakken. Nou, langst mogelijke keten, hij is 7 lang, dus dan beginnen we maar eens met opschrijven. Hebt. Vervolgstap. We hebben alleen maar enkele bindingen, dus heptaan. Dan gaan we kijken naar zijgroepen. En ik zie hier een zijgroep zitten. De enige van 1 koolstofketen lang. Dus ik kan methyl gaan opschrijven. En ik moet opschrijven waar deze vast zit. En hij zit vast op nummertje 3. Dus dan wordt het 3-methylheptaan. Maar ik heb hier nog een andere zijketen. En dat is een keten van 2 lang. Dus dat wordt ethyl. En die ethyl zit vast op nummer 1, 2, 3, 4. Dus 4-ethyl, 3-methylheptaan. Goed, dit was de tweede opgave van de oefentoets voor 3HVO scheikunde hoofdstuk 4 koolwaterstoffen en wat biotroep brandstofdingetjes. Ik ben Jan Willem van 4Beta.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.